Meneer Grapperhaus, stopt u met twitteren ook als u minister wordt? Bent u niet zo heel handig in gebleken? Ja. Meneer Grapperhaus? Dat was een pittig gesprek, denk ik, binnen, hè? Dat viel mee. U moest niet extra de best doen? Nee, alles in kan en kruiken natuurlijk. Wat doe je nou eigenlijk binnen dan? Is dat dan nu al aan de whisky? Nee, dat weet u wel. Het is 11:15. In ieder geval gaat het toch nergens over. Alles is toch al handje klap. Het is verdeeld. De heer Rutte en ik kennen elkaar al een tijdje. Dus veel verrassingen zitten er niet in. Maar je moet natuurlijk toch even goed formeel vaststellen. Wat gaat er de komende jaren gebeuren in je nieuwe functie? Dat hebben we gedaan. Dag meneer Hoekstra, goeiedag. Heb u er zin in? Ik heb er ontzettend veel zin in. Eindelijk de Eerste Kamer uit. Is ook wel lekker op uw leeftijd. Het was een groot voorrecht om daar te zitten. Maar wel lekker ook dat u nu en het makkelijkste ministerie eigenlijk. Hè? Want gewoon een beetje geld weggeven 4 jaar. Ik vind het een groot voorrecht om dit te mogen gaan doen. En dan is daar Mr. Twitter, de heer Grapperhaus. De man die Geert Wilders ontoerekeningsvatbaar noemde. Alexander Pechtold een politieke windvaan. En Mark Rutte betichtte van flutpolitiek. Meneer Grapperhaus, stopt u met twitteren ook als u minister wordt? Bent u niet zo heel handig in gebleken? Ja. Meneer Grapperhaus? Heel veel ministeries krijgen nou andere namen. Kost bakken met geld. Heeft u nog over nagedacht? Andere naam voor het ministerie? Ik vond Buitenlandse Zaken wel mooi. En dat blijkt ook. Zo houden? Ja, dat houden we zo. Niet ministerie van Nederland First of zo? Nee. Geen nieuw briefpapier. Geen andere zaken. Het blijft zoals het is. Dan zag ik van het heet dan nu ineens niet wetenschap, maar wetenschappen, hè? Nee, het is altijd het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geweest. Het wordt nu wetenschappen. Ja, maar wetenschap is een heel breed en veelzijdig onderwerp. Maar denkt u dan niet, al begin ik al op zo'n dag en dan gaat het daarover. Dan, en het kost ook nog eens een keer miljoen, want de visitekaartjes moeten dan anders. Omdat het een enkelvoud naar meervoud gemaakt wordt. Nou, dat is kleine wijzigingen maken niet zo heel veel. Alles moet opnieuw gedrukt worden. Ik kan ook zeggen, daar ga ik niet mee akkoord toch gelijk. Volgens mij is dat niet het onderwerp, was dat niet het onderwerp van gesprek. Nee, voor mij wel. Ja, want het is niet... Dat bepaal ik altijd, hè? Dus ja. Misschien even wennen. Ja. Maar tegenwoordig gaat zoveel digitaal. Volgens mij zijn dat soort dingen makkelijk aan te passen. Vindt u geen onzin? Nee, ik vind geen onzin. Ja. Blijft u twitteren? Als minister? Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een eigen Twitter-site. Dus daar komt zeker nog wel een bericht. Maar u persoonlijk? Ik heb je al antwoord gegeven. Nee, helemaal niet. Jawel. Ik vraag of u persoonlijk stond met Twitter of niet. Ik heb u net gezegd wat ik daarover... U stopt dus. Op dit moment. Dag mevrouw Bijleveld, welkom terug weer in Den Haag. Hè. Weer een vrouw op het ministerie van Defensie. En eentje van de wel hele oude politiek ook. Hè? Nou, dat is volgens mij niet waar. Nou, 1989 zat u al in de Kamer, geloof ik. Toen hadden we nog cassettebandjes. Jazeker. En piepers, weet u dat? Ja. Als ik, semafoon. Als ik toen zo'n semafoon kreeg, toen ik in de Kamer kwam. En als ik dan naar Den Haag moest komen, mocht ik geloof ik 3 uur over doen om hier te komen. Ik ben er nog trots op ook, dus eigenlijk. Nou, de tijd is erg veranderd, wou ik maar... Is het voor u een voordeel of een nadeel, denkt u? Nou, het is wel een voordeel, denk ik, dat je de wereld kent. Ik ben ook een hele tijd weg geweest, zoals u net zelf al zei. U kent de wereld, zegt u. Ik ben commissaris van de Koning geweest. Leer nou ook de wereld niet echt kennen. Natuurlijk. Nou, maar u bent nog nooit in Overijssel geweest, denk ik, als zo, ik u zo hoor. Was u nog geen goede commissaris, want daar ben ik heel vaak geweest. Weet ik, heb ik gezien. U bent nog steeds van harte welkom. Nog een paar dagen, tot donderdag. We eten Twix, hè? Geen Raiders. U gaat niet veranderen, hè? Dat spreken we af. Hè? We gaan niet ineens anders in een blad voor de mond nemen en met mail in de mond praten. Meneer Kastekum, we blijven gewoon normaal doen. Afgesproken, hè? Zo is dat.